Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag 26 april. Bijna iedereen is de deur uit, alleen mijn oudste dochter staat nog onder de douche. Wat ga ik vandaag doen? Ik ga vandaag afmaken waar ik gisteren mee bezig was. En ik ga daarmee mijn weblog bijwerken. Ja, dat ga ik sowieso doen. Daarna ga ik even nog naar buiten. Als het weer het toelaat, want het regent, het hagelt, het bevalt natte sneeuw. Op dit moment schijnt een klein beetje het zonnetje. Daar heb ik mee gehad ook. Omgeving Drenthe, dat is gewoon wit. Echt wit, gewoon van de sneeuw. Waar ik ze het meest ga beginnen met een bak koffie. Ik ga niet beginnen met een bak koffie. Ik ga eerst beginnen met de vuilnisbak buiten te zetten. Het is vandaag dinsdag en dan kom je altijd de gemeente het afval ophalen. Dus ik ga daar eerst mee beginnen. Daar zijn we weer. Zo, we hebben een lekker innoverend ochtendje achter de rug. Zojuist een leuk gesprek gehad met mijn dochter. Ze heeft wat relatieproblemen, dus als vader moet je dan natuurlijk even wezen. Dat zijn zaken die zelf toch om moeten lossen. Ik kan alleen maar advies geven daarin. Wat ga ik vandaag nog allemaal doen? Of tenminste, wat heb ik allemaal vandaag gedaan? Ik ben vanmorgen nog bij een ondernemer geweest waar ik de laatste tijd best wel wat dingen voor heb gedaan. En hij had mij gevraagd om zijn website in orde te maken. Ik was van plan om dat vandaag verder af te ronden voor hem. Maar helaas, hij lag ziek op bed. Dus weinig informatie. Zijn personeel kon er ook niet iets over vertellen. Dus dan zijn we snel klaar. Ga ik nog maar even het een en ander uitwerken over het project van gisteren. Waar ik het gesprek over had. Dat gaat heel leuk worden. Het gesprek dat was innoverend en leuk. En ik denk dat het best wel een kans van slagen heeft. Daar zal ik wel het een en ander voor op papier moeten zetten. En ik denk dat daar in de toekomst best wel wat meer over bekend op dit kanaal zal gaan worden. Dus ik zou zeggen, blijf gerust de komende tijd kijken. Want ik ga je erin meenemen in dat proces. Dat ga ik daar dus eventjes doen. Ik had gisteren gezegd dat ik mijn weblog zou updaten. Maar niks van terecht gekomen. Dus dat zit er voor vanavond wel denk ik in. Dus daar ga ik ook nog wat aan doen. En ik ga het ook nog wat een en ander proberen met deze camera. En bewerkingssoftware. Dus ik denk dat ik wel de dag door ga komen vandaag. Tussendoor probeer ik natuurlijk nog wat te vloggen. Zodat ik jullie een beetje op de hoogte hou van mijn doen en laten per dag. Dit is dus weer de filmmet in Rotterdam. Ik hoop dat het een beetje te horen is. Er komt een enorme hagelbui naar beneden. En het lijkt wel verdorie winter. De straat is nog net niet helemaal wit, maar als ik het zo ziet, nee, dit is geen lente. Dit is echt geen lente. Wat een shit weer. Hagel, ik denk zo groot als een dopert. Misschien nog wel groter. Er zit zelfs wat natte sneeuw bij, zie ik. Hi. Zo, het is ondertussen alweer avond. En de dag zit er alweer bijna op. Ik zit nog even lekker op mijn gemak een uurtje televisie te kijken. Dan ga ik ook plat. Nog even, het is... zijn de dagen eigenlijk een beetje te kort. Want ook vandaag weer een hoop dingen gedaan. Alleen de dingen die ik wilde doen, die daar is niks van terechtgekomen. Dus morgen nog een dag natuurlijk. Hoewel het morgen Koningsdag is. Ik denk niet dat ik morgen de deur uit ga. Het weer wordt niet denderend.
de activiteiten hier in de omgeving zijn ook niet al te veel, dus ik denk dat het dagje thuis blijven wordt voor ons. Maar goed, dat zien we morgen wel weer. Voor nu ga ik de vlog afsluiten. Ik ga nog even tv kijken en dan ga ik ook mijn bedje in. Ik wens jullie allemaal een fijne nacht en uiteraard tot morgen. Is het videootje nou leuk? Dan graag een duimpje omhoog. Wil je meer? Klik op de knop abonneer. Adieu.